nadenken. Alright, er zijn een aantal veelgemaakte fouten die beginners maken, waardoor ze niet zo snel vooruit gaan of uiteindelijk niet voorbij het beginnersniveau komen. Een heel veelgemaakte fout voor beginners is dat ze te snel willen opstaan op hun bord. Ze pakken de golf en wachten niet tot die golf hun echt vooruit duwt en gaan dan pas opstaan. Dus peddel goed door, echt als die golf je raakt, nog 3, 4, 5 peddels en dan pas sta je op. Als je opstaat, is een volgende veelgemaakte fout dat je je handen te snel loslaat van je bord. Wat er dus gebeurt is dat je vaak op een knie eindigt en je handen al los zijn en dan is het nog heel lastig om vanuit die knie nog echt op te staan. Houd dus je handen op je bord, zodat allebei je voeten op het bord staan en laat dan pas los van het bord. Ook een gemaakte fout is dat mensen naar beneden gaan kijken in plaats van naar voren kijken. Als je naar beneden kijkt, heb je weinig ruimte bij de borst om die voorste knie van die voorste voet neer te zetten. Blijf dus vooral naar voren kijken of down de lijn kijken. Ook is een veelgemaakte fout dat mensen niet hun poppen oefenen op het land. Heel veel mensen hebben last van een langzame of moeilijke poppen en je kan het super makkelijk oefenen om het gewoon op land te oefenen. Als je dat 20 keer 's ochtends, 20 keer 's avonds doet, elke dag, heb je in 10 dagen tijd 400 pop-ups gedaan, dan ga je dus insane snel vooruit. Oefen dus je pop-up op het land om je zowel techniek en je kracht en uithoudingsvermogen te trainen. Wat ook veel beginners doen is dat ze snel van een softtop naar een hardtop gaan of van een groot bord naar een klein bord gaan. Dat zorgt ervoor dat het leren van het peddelen, van de pop-up, van de take-off maken zoveel moeilijker wordt. Blijf dus als beginner lang bij je lange softtop. Dat zorgt ervoor dat je gewoon veel meer golven kan pakken, veel vaker kan oefenen en je kan op een softtop veel meer leren dan je denkt. Ook is een veelgemaakte fout dat veel beginners te snel naar achter willen peddelen. Het ziet er super cool uit om een grote groene golf te pakken die nog niet gebroken is. Maar voor veel beginners is het toch echt slim om in ieder geval de eerste 5 tot 10 sessies in dat witte water, in dat schuim te oefenen. Tot ze echt goed kunnen staan, echt controle hebben over het bord en ook het bord kunnen sturen. Dan is de volgende stap, als er kleine golven zijn, om naar die groene golven te gaan die nog niet gebroken zijn. En het liefste met een surfleraar die dus intermediate les gaat geven. En je dus die golf in kan helpen. Zorg ervoor dat je op de goede plek ligt, veel golven pakt en dus ook veel kan oefenen.